Breda Nu. Je weet het meteen. In Podium Bloos vond op donderdag 30 november de Trendnacht van Brabant Kennis plaats. Dit jaar is er gekozen voor een thema klimaatgedrag. Gedurende een programma van 4 uur konden de bezoekers een bezoek plegen aan verschillende debatten en verhalen van gastsprekers. De avond werd geopend door dansgroep Vloeistof Nederland, waarna meteorologe Helga van Leur, bekend van het RTL Weer, de avond opende vanuit het water. En het is natuurlijk gaaf om te zien dat Brabant al best wel voorloopt. Ze hebben natuurlijk ook wel extreem weer meegemaakt, vrij recent, hè, vorig jaar nog, 2016. In het oosten van Brabant, extreem nat, de zware hagelbuien. Ja, en het ligt aan de ene kant dicht bij zee, in het westen, en de oostkant dus blijkbaar met droogte. Dus alles wat met klimaat te maken heeft, of het nou heel droog is, heel heet is, heel nat is, heel extreem is, Brabant heeft het allemaal. Normaal gesproken denken we natuur, technologie, dat is tegengesteld, net als dag en nacht. Maar we leven nu in een tijd dat er zoveel technologie om ons heen komt, ook op ons lichaam, misschien straks in ons lichaam, dat het inderdaad wel de next nature wordt. En daarover gaat mijn boek. En wij richten ons helemaal op regenwater. En we willen eigenlijk regenwater weer terugbrengen in de stad. En dat willen we op een hele mooie manier doen. En daardoor ook juist, doordat we het op zo'n mooie manier doen, kunnen we ook andere mensen inspireren. Landschapsarchitecten, iedereen die eigenlijk de stad maakt, om zo een klimaatbestendige stad te creëren. Ja, wij zijn Brabant Kennis en we zijn een klein clubje dat werkt voor de provincie Noord-Brabant. En wij proberen de toekomst van Brabant in beeld te brengen. Dus wat gebeurt er overmorgen? En we spotten trends en nieuwe ontwikkelingen. En ja, vanavond besteden we aandacht aan een hele belangrijke opgave voor de toekomst. En dat is klimaatverandering. En in welke steden bent u bijvoorbeeld actief? In Rotterdam bijvoorbeeld, in Amsterdam, maar zelf zitten we dan in Eindhoven. En in Tilburg hebben we ook een heel mooi project gedaan. In Breda nog niet, maar wellicht na vanavond dat we ook projecten in Breda kunnen starten. Ah ja, weet je wat ik heel leuk vind? Ik reis natuurlijk door het hele land heen. En elk stukje land heeft zijn eigen karakteristiek aan mensen. En Brabanders, het zijn makkelijke praters, maar het zijn ook best wel doeners, hè? En ons kent onze, kan jij dat ook even doen, weet je, dus ons. En dat is op zich heel leuk, die saamhorigheid. En gewoon, weet je, we pakken het gewoon aan en we gaan gewoon aan de slag. Dat is natuurlijk wel de sleutel. Je kunt er nog heel lang over blijven praten en alle modellen gaan zitten bedenken wat nou optimaal is. Maar er is wat aan de hand, laten we gewoon beginnen. Breda Nu. Je weet het meteen.